Ja, welkom. Weer een nieuwe aflevering. En de afgelopen dagen was het niet zo heel erg simpel op de beurs. Het ging weer van dik hout bij een aantal fondsen. Hard heen en weer. En dat maakt het wel eens lastig. Jean-Paul, wat heb jij nou nog gezien? Nou ja, eigenlijk ja, zo lastig was het niet. Want de trend was duidelijk naar beneden. Jij stelde vorige week volgens mij de vraag van we staan nu op 700. Gaan we eerder naar 730 of naar 670? Nou ja, nou, toch het idee... We zitten in een dalende trend en we hebben de low gezien op 667. Dus dat kwam al vrij snel uit, eigenlijk ja. eerder dan ik ook had gedacht. Maar ik ga dat niet nog een keer herhalen. Je ziet het op uh, dagen als vandaag ook weer. De trend is naar beneden, maar de beurs probeert omhoog te komen. Ja, en het woord wat je nu de komende tijd nog heel vaak gaat horen is piekinflatie. We zitten hier op woensdagmiddag voor de aankondiging van het inflatiecijfer in Amerika. Maar iedereen is op zoek naar signalen van goh, gaat die inflatiegroei afvlakken? En zo ja, mogen we dan weer naar de groeiaandelen toe? Nou, dat denk ik um, nog heel even niet. Want die inflatiecijfers die blijven voorlopig nog wel hoog. En ja, als dat nog 1 of 2 tiende procent afvlakt. De Amerikaanse centrale bank is wel redelijk duidelijk geweest. Die wil voorlopig even doorzetten met die renteverhogingen. Belangrijker is voor ons ook wat doet die Europese centrale bank. Want die heeft natuurlijk een heel stuk lastiger met al die verschillende lidstaten: Noord, Zuid, Oost, West. En probeer dat maar eens in één vaartje te houden. Ja, die zitten wel heel duidelijk in een squeeze. En uh, nou, we hebben de Bank of England uh, gezien in Engeland. Daar verwachten ze in het vierde kwartaal stagflatie. Dus wel inflatie en geen economische groei. En volgens mij was er net een Duitse minister die zei, nou ja, we, we zouden daar wel eens eerder kunnen komen dan dat we misschien hadden gedacht. Maar ja, Het is allemaal koffiedik kijken. Ondertussen hebben we te maken met de beurs van vandaag. En laten we eerst even, we vorige week een paar verzoeknummers gehad. Ja, um, leuk, leuk. Philips, ING en Flow Traders. Dus laten we daar in ieder geval eerst eens even wat over zeggen. Ja, Philips. Philips, ja. Nou ja, de cijfers alla, maar waar het natuurlijk allemaal om draait, is dat de Top van Philips in die uh, mooie marmeren rembrandt -toren aan de Amstel. toch wel een klein beetje het, uh, ja, het, het, het contact kwijt is, misschien. Er werd natuurlijk al slecht geacteerd op het hele drama rondom die mondmaskers en die, die beademingsapparatuur. En vervolgens komen ze op de aandeelhoudersvergadering nog vrolijk met een voorstel om 1,8 miljoen bonus, een bonus, toe te keren aan topman van Houten. Nou, daar werd met een zeer grote meerderheid tegengestemd. Sorry, 80% zelfs. Ja, en wat gaan ze nu doen? Het is geen bindend uh, verhaal, maar gaan ze zich er iets van aantrekken? Ik ben heel benieuwd. En als ik fundamenteel kijk naar het aandeel, ja, dan ben ik in de basis ook niet zo positief. Even los van wat zich in Amerika afspeelt. Kijk, als je kijkt naar de regionale verdeling waar Philips de omzet vandaan haalt. Dat kan je heel mooi zien op dit plaatje. Dan zie je dat eigenlijk West-Europa is maar een vrij klein deel. Ja. Dus er komt een veel groter deel uit Amerika en uit de rest van de wereld. Lees Azië. Ja, en in Azië is Philips. Ik zou bijna zeggen met pijn in het hart, maar daar zie je toch dat die Chinezen heel erg doorwerken om dezelfde kwaliteit te leveren in die producten. En ja, ik ben bang dat we daar de omzet af gaan zien nemen in de komende jaren. Dat dat ook niet meer terugkomt. De eerste geluiden. Ja, voor wat het waard is, maar vang ik daar al over op. En dat is echt iets om mee te nemen in je afweging. Ondanks dat de koers naar beneden is, of je hier nu nog in wil. Ik ben er in ieder geval nu niet bij. Ja, wat, je, wat je dus deels, eh, wat jij al aangeeft, is dat Philips heeft zichzelf natuurlijk heel erg positioneert in. Uh, healthcare, ja, het is geen elektronica, uh, consumentenelektronica meer, maar healthcare. Ja, en uitgerekend daar vangen ze natuurlijk op dit moment gewoon een hele grote zepert en wordt het ook nog eens een keer slecht gemanaged. Dus inderdaad, Philips is toch wel een klein beetje oppassen. Ja, ING, ING ja, uh, de Oranje Leeuw blijft verrassend slecht liggen eigenlijk, net als een aantal andere financiële waardes. Keerde recent nog wel een 23 cent aan, aan, aan bonusdividend uit. Extra dividendje. Um, bedankt. We hebben de koers daarna niet meer omhoog zien veren. Um, wel dus 800 miljoen uitgekeerd. En ik vraag me af... Hoe gaat het met die faillissementen? Want dat lijkt een beetje de rode draad voor die banken in Europa. Ja, en die banken in Europa zijn natuurlijk eigenlijk een soort verlengstuk van de Europese Centrale Bank. Nou ja, we zeiden net al, die komen toch behoorlijk in een squeeze. Hoge inflatie, rente moet omhoog. Aan de andere kant, je ziet de rente met name in Italië en Griekenland al veel harder oplopen dan bijvoorbeeld in Duitsland en in Nederland. Dus krijgen we een nieuwe... Eurocrisis. Ja, en de ECB kan dan toch weer beperkende maatregelen opleggen aan de verschillende banken om met z'n allen uh, de crisis het hoofd te bieden. Ja, en dat geeft natuurlijk toch een, een risico. Um, Rentevaal blijft natuurlijk ook belangrijk. De rentecurve is belangrijk voor banken. Dus hoe steiler de rentecurve hoe beter. Korte rente laag, of te lange rente hoog. Dat is een mooie structuur voor banken. En we zien dat die structuur eigenlijk wel wat vlakker is, waardoor die marges wat beperkt zijn. Ja, en daar heb je dus eigenlijk het antwoord al. Want als die curve vlak is, dan komt daar de grote plus niet vandaan plus eventueel het toenemen van het aantal faillissementen, ja maakt dat je toch ook bij ing een pas op de plaats moet maken dat er gewoon eerst meer nieuws nodig is voordat je daar enthousiast over kan worden. Wat mij betreft. Nou, en als je enthousiast bent of wordt, hè, bijvoorbeeld in een, een redelijke dip, kijk dan gewoon naar heel langlopende opties. Die zijn relatief, hè, relatief nog steeds goed betaalbaar en dan kun je uiteindelijk ook wel weer wat Korte optiepremie op verkopen. Waardoor je het over de langere termijn steeds goedkoper maakt. Ja. Nou dan hadden we nog iemand die vroeg om flow traders. En ja. met name van joh, de beurs is zo bewegelijk. Ik heb altijd geleerd, als de beurs bewegelijk is, moet je flow traders kopen. Maar het aandeel. Gaat toch niet echt omhoog. Nou, jij als oud-handelaar, ja. hoe zit dat nou bij flow traders? Nou, flow traders had terecht die naam dat als er hoog volatility was, dat dit soort bedrijven, de high-frequency traders, op die fair IMC flow traders, dat die dan veel geld verdienen. In de basis klopt dat, maar dan moet er ook volume zijn. En de segmenten waar Flow Traders in zitten. Heb ik het idee dat daar de laatste tijd toch de volumes een klein beetje achterblijven? Ja, er is beweging, er is hoge volatility. Maar de volumes zijn niet extreem hoog. En daarnaast zien we toch ook bij flow traders twee andere zaken. A, het eh, risicoloos handelen, wat eigenlijk hoort bij high frequency traders, dat valt nog wel eens mee. Ze hebben toch ook nog wel eigen posities. En dan kun je ook een keer scheef zitten. En recent kwam natuurlijk naar buiten dat ook Flowtraders een MeToo-affaire had. Ja, en dus op uh, korte termijn eigenlijk al twee mensen uit het management vertrokken. En dat is natuurlijk ook geen goed verhaal. Nou, en ja, voor de rest is het een moeilijk bedrijf om verder wat over te zeggen. Want ja, die, die uh, handel voor eigen rekening. dat vindt uiteraard logischerwijs plaats achter gesloten deuren. Dus je bent elke keer afhankelijk totdat het bedrijf zelf met nieuws komt. Ja. Nou ja, dan zouden we ook nog kunnen hebben over Aal de Lezen. Vandaag min 6% op de beurs. Op het eerste gezicht legen de kwartaalcijfers helemaal niet zo slecht. Ja. Maar die worden toch minder ontvangen. Maar daar heb ik voor de leden van de handelaar vanmorgen een uitgebreide analyse van 17 minuten klaargezet. Dus wil je die nu ook meteen even zien? Moet je even lid worden van de handelaar hier op YouTube? En dan is die meteen van jou. Ja. Nou, dat klinkt goed. Ja. Voor nu. We moeten het toch ook nog even hebben over Amerika. Het Wordt ja. misschien een lange video, maar hè, uh, mensen hebben het vaak over bubbels. Nou, de bubbels in die groeiaandelen, meme stocks, Ik heb het ook wel eens fantasieaandelen genoemd. Nou, die is nu toch wel echt goed gebarsten. Ik weet eigenlijk niet eens bij welk fonds we zullen beginnen. Nou, we kunnen er een paar noemen. Peloton Interactive bijvoorbeeld, uh, Rivian, Oldli. Uh, nou. En er zijn er nog een heel uh, dozijn van te noemen. Maar dat zijn wel een paar hele grote uitschieters. Ja, Beyond Meat, Lucid, ja. uh, noem maar op. Uh, Virgin Galactic is ook zo'n fonds. Hè? De Space Race, waar Richard Branson aan mee wil doen. Ik gebruik dat heel vaak een beetje gekscherend als voorbeeld. Dat is natuurlijk een fantastisch verhaal. Hè? Zeker als je ziet wat Elon Musk doet. Maar bij Virgin Galactic, die hebben gewoon een probleem. Die raketten vliegen niet. Dus ja, ze hebben geen klanten en ze vliegen niet. Ja, dan verbrand je dus geld. heel veel geld. Ja. Maar het levert weinig omzet op. En dan zie je de koers op in beurzen zoals dit, zie je die gewoon enorm dalen. Ja. Dat doet Elon Musk overigens wel weer heel knap met SpaceX. Want SpaceX heeft inmiddels gewoon bijna de rol van NASA overgenomen. En dat, dat is wel weer knap. Ja, dat wordt beloond en de mensen die miszitten niet. Nou ja, dan heb je nog bijvoorbeeld die autobedrijven. Rivian is er eentje. Ja. Uh, ja, natuurlijk moeilijk. De kosten nemen aan alle kanten toe. Wat heb je dan nodig? Aandeelhouders die achter zo'n bedrijf gaan staan. En wat dacht Ford? Ik verkoop even 8 miljoen aandelen. Tot ziens de koers van Rivian. Ja, maar dat had ook wel te maken met de lockup van de beursgang. Dat was, uh, als ik me niet vergis... 9 maanden, die was afgelopen. Ja, en in die tussentijd, Rivian was natuurlijk een belachelijke uh, beursgang. De aandacht is iets van 175 gedaan. En is daarna weer uh, volledig uh, teruggezakt. Uh, maar een ander fonds, ik noemde het in het begin al even. Peloton Interactive, dat zijn uh, fitnessapparatuur voor thuis. Nou, het mooie verhaal is ook: Peloton Interactive Dat ontplofte aan het begin van de corona-uitbraken. Uh, Want iedereen wilde natuurlijk thuis sporten. Hardloopbanden, uh, fietstrainers, uh, noem het maar op, was niet aan te slepen. Vonds uh, werd zo populair dat het zelfs een hoofdrol kreeg in de nieuwe uh, remake van Sex and the City. Beetje jammer was wel dat de hoofdpersoon in de eerste aflevering voor de film een hartaanval kreeg op een home trainer van, jawel, Peloton Interactive. <laughs> nou, dat viel niet goed in Amerika. Sindsdien is het een drama aan het worden met het, uh, met het aandeel. Ja, en er kwam natuurlijk ook nog eens een keer, nou ja, de bubbel uh, die barstte overheen. En zo is Peloton Interactive weer volledig terug bij af uit niveaus van 2019. Ja, de rode draad bij al dit soort fondsen is dat ze zo ongeveer 70, 80 procent onder de all-time high staan. Die all-time high was over het algemeen zo'n beetje rond november vorig jaar, een half jaar geleden. Ja, wat moet je daarmee? Nou, ver van wegblijven. Bedrijven die geen winst maken, mooie beloftes hebben, maar het niet laten zien dat er nu groei is. Ja, die kunnen ondanks dat ze zo... Ver gedaald zijn procentueel, zeker altijd nog verder. Uh, waar moet je wel naar kijken? De bedrijven die het wel goed doen en die uh, onterecht worden afgestraft. Dus het eerste criterium is maken ze geld en blijft het kwartaal op kwartaal groeien. Daar wil je naar op zoek. Ja. En keren ze een beetje stabiel dividend uit? Dat helpt dan sowieso nog eens een keer. Ja, dat zijn de fondsen waar we de komende weken naar gaan kijken. Blijf ons volgen bij Beursvloer Live en Markets Are Everywhere. En in ieder geval op dit kanaal. Heel veel succes en tot volgende week.